Je staat een gelukkige winnaar, denk ik, van een toch wel loodzware dag, hè? Ja, zeker. Hartstikke blij. Ik bedoel, je doet je toch voor. En als je het dan zo af mag maken, dan is er wel blijdschap, zeker. Ja, even over die loodzware dag, Jörn. Het was een harde koers. Ik heb gezegd, op de meest brede plekken van het parcours valt iedereen om. Hoe komt dat? Dat is een gedeelte stress natuurlijk, want iedereen weet wat er gaat gebeuren eigenlijk. Alleen dat duurde gewoon heel lang. Het gebeurde steeds eigenlijk een beetje half. Alles weer terug. Nou, ik denk dat er elke ronde gewoon 10 man afvielen. Dat blijft stress geven en op een gegeven moment dan ook vermoeidheid er nog een keer bij. Dan wordt er ook gevallen. Maar gelukkig heb ik daar weinig van meegekregen eigenlijk. Ja, regen, wind, alles zat erin. Is dit een beetje dat je zegt van ja, zo'n koers wil ik graag? Ja, zeker. Je zit de hele week op dat weerbericht te kijken. Als je gaat trainen, dan waait het super hard. En dan is het enige wat je kan hopen dat het weekend ook zo blijft. We hebben natuurlijk ook wel eens dat de wind opeens weg is in het weekend. Gelukkig was het vandaag wel iets minder hard dan de afgelopen week. Gelukkig was het net voldoende om toch nog een hele mooie zware koers te krijgen. Ja, parcours, laten we het daar even over hebben. Delfzijl uit, leuk stuk. Dan kom je bij Holwierde, richting Holwierde, heb je de wind vol in je gezicht blazen. Dat lijkt me wel een heel zwaar gedeelte dat. Ja, de wind stond toch iets minder gunstig om het echt op de kant te trekken dan dat we hadden gedacht en gehoopt. Want op een gegeven moment zat hij toch wel fors tegen en fors mee. Eigenlijk verwachten we natuurlijk op het smalle wegje terug dat het zou gaan gebeuren, maar daar gebeurde het eigenlijk nooit. Het gebeurde eigenlijk steeds bij het uitrijden van Delfzijl. En vervolgens was het gat niet groot genoeg, dus kwam alles weer terug. Daardoor bleef het maar duren en uiteindelijk wordt het zelfs nog gewoon een sprint met een vrij omvangrijke groep. Ja, dan ging inderdaad een hele grote groep weg. Wanneer kwam het moment dat je dacht van, nou, misschien is hier wat te halen? Ik wist de hele dag wel dat ik goed was, alleen ik weet niet hoeveel mannen precies waren. Ik denk een man of 14. Die gewoon de hele dag een mooi eind voorrijden. Ik had echt niet gedacht dat we die nog terug zouden zien op een gegeven moment. Maar zeker in de laatste ronde ging het opeens verschrikkelijk snel met die voorsprong. Op een gegeven moment zagen we wel dat het ging gebeuren. En hebben die jongens gewoon nog heel hard gereden. Een stukje voordat we voor de laatste ronde sloten we aan. Ik stak nog vrij vroeg over. Want soms zie je ook nog wel eens dat er een groepje oversteekt. En dat alsnog gedaan is. Gelukkig kon ik het nog afmaken voor de ploeg, want we reden een beetje achter feiten aan, eigenlijk. Maar er was niet heel veel stress, gelukkig ging het goed. Heb je nog een moment gedacht dat je dacht van, nou, ik probeer nog uit die groep weg te komen? Ja, het is altijd wel gevaarlijk, omdat iedereen toch wel aardig kapot zit. Dan kan het best wel misgaan, dus je moet wel heel attent zijn. En eigenlijk, vanaf het moment dat we aansloten, hadden we het wel heel goed onder controle. Zaten we eigenlijk steeds met een mannetje meer dan dan Senza en de jonge renner mee, dus dat was een hele goede finale van ons. Vervolgens vertrekt Giel en kunnen wij wachten op een sprint en dan maak ik het af. Nou, dat is super. Zeg, was ik ook verrast met het uitroepen van de strijdlustigste renner. Maar ja, ik zat wel hele koers in de eerste groep. En elke keer als er een groep wegreed, dan zat ik er wel bij. Maar, jij was degene die het lontje de keer een beetje aanstak? Ja, niet zozeer het lontje aansteken, maar ik kon net de hele tijd mijn karretje aanhaken. En dat is ook belangrijk. Zeker in zo'n waaierkoers zoals vandaag. Ja, vond wel wat hebben. Ja, ik heb het ook tegen Björn gezegd. Zwaar, hè, vandaag? Ja, klopt. Ja, als je steeds erbij zit, zeg maar, dan... Ja, wij waren als ploeg, zaten we er gewoon met 3 man bij en we hoefden niet per se te rijden. Dus ja, dat geeft wel een beetje een rust. Maar ja, het is wel mooi en zwaar, toch wel met het weer. En die regenbui tijdens de koers ook nog, dat maakt het wel zwaar.
Ja, pak dat parcours dus onder de loep. Waarvan zeg je van, wat vond jij het mooiste, wat vond jij het zwaarste deel? Ja, ik vond voornamelijk de afwisseling wel mooi. Ja, ik ben niet de allersterkste renner, zeg maar. Dat kan je misschien ook al zien aan mijn lichaamsbouw. Maar je bent ook niet de langste, je vangt ook niet veel wind. Dat is zeker waar. Maar het is wel, ja, voor mij is het gewoon voordelig dat het niet hele rondje heel zwaar is. Maar het was wel mooi afwisselend. En, ja, gewoon open stuk, waardoor het wel echt selectief was. Maar ook dat je weer eventjes beschut kon rijden. En dat, ik vond het echt wel een mooi rondje. Vooral bij de vrouwenwedstrijd was behoorlijk slecht weer onderweg. Echt een plensbui, harde wind. Die vrouwen hebben het echt zwaar gehad. Ja, dan kijk ik wel even raar onderweg. Want we hebben natuurlijk het parcours ook met de auto kunnen bereiden. Dus je ziet ongeveer wat er allemaal gebeurt om je heen. Het merkwaardig was dat de meest brede en egale stukken weg, daar vielen ze eigenlijk onbehaafd klap om. Ja, bij de mannen gingen ze allemaal op het lange stuk vielen ze om. Misschien te maken met de wind, dat hij dan net achter een boerderij wegkomt of zo. Ik weet het niet, maar het was heel gek. Op de Hogelandse weg, vol peloton, en dan gingen ze zomaar stuiteren. Ja. Heeft er ook te maken met een stukje met stress, zenuwen, noem het allemaal maar op? Ja, misschien wel juist omdat het zo breed is, dat ze dan de concentratie een beetje verliezen. En op een gevaarlijk smal stuk, dan letten ze misschien toch iets beter op. Nou hebben we toch wel prachtige wedstrijden gezien. Laten we dat even voorop stellen. Dan denk ik bij mezelf van, het publiek laat het een beetje afweten. Ja, voor het publiek is het natuurlijk ook wat lastiger, zo'n wedstrijd als vandaag. Het is een ronde van 15 kilometer. Het duurt toch elke keer 20, 25 minuten voor ze langskomen. En om aan de kant te gaan staan, is de eerste dag dat het beneden 15 graden is. Ja, dat lokt dan ook niet echt. Dat is niet echt zomer, hè? Dat was een beetje tekort. Ja, de zomer was net een weekend tekort. Ja, klopt. Maar desalniettemin, tevreden? Ja, super. Mooie wedstrijden gehad, hartstikke goed. Mensen zijn tevreden, jury was tevreden, dus ze wijten ook.